vertellen over de keizerpinguïns. Kijk, dit hier is de wereldbol en helemaal van onder wonen de keizerpinguïns in de Bibberkous in Zuidpool. Toch kan papa het ei uitbroeden. Hij broedt 2 maanden het ei uit. Hij schuift met zijn pootjes het ei op zijn pootjes. Hij legt met zijn buik op het ei om het ei lekker warm te houden. Kijk naar jezelf. Alles wat jij ziet is je lichaam, armen en handen, benen en voeten, buikjes, schouders enzovoort. Skelet bestaat uit meer dan 200 botten. Raak je arm aan, jij voelt iets hard. Spieren tussen huid en skelet vinden we spieren. Zenuwstelsel. Hersenen in je hoofd en zenuwen overal in je lichaam. Welke landen bestaan er allemaal van voetbal? Nee. Chinees. Welke kaarten zijn er allemaal? Welke kaart? Rood. Heel. Kan je iemand die speelt bij Portugal? Je is van club van de Rode Duivels. Dag in Peridaisa. Ergens anders, dus we moesten nog andere dieren gaan bekijken. Eerst hebben we naar de vogeltuin flamingo's. Vogels met een kuifje, heel grappig. Ik ga vertellen over mijn huisdier Hulk. Hij is een poes. Vroeger was hij nog 1, 3 of 2 jaar. En nu is hij 9 jaar. En later, na mijn verjaardag, wordt hij 9 jaar. Hij is mijn vriend. En voor mij is hij een speelpoes. Hij mag soms buiten, maar eigenlijk niet alleen. Hij eet korreltjes. Ik ben naar Doornik geweest en daar was er een museum met dieren en er waren opgezette dieren. Ja. En toen had ik die ook aan en ik vond dat super leuk, want ik hoopte ook dat er een toekam was. Toen ik met mijn zusje gezien van het skelet. Wat is? Wat een varken? Ja, goed. Ik heb ook zo'n varkentje, maar anders. De schaap. Goed. Want deze dieren zijn van in de boerderij. Die heb ik zeker niet gezien. En er is van elk middeltje een stukje af. Eén maand mag een knikker één keer zachtjes laten vallen. Mam is in haar. Lang geleden had ik een konijn. En die was lief als ik nog 3 jaar was. Dan, als die buiten was, dan was ze weggelopen snel en ik kwam achter hem aan het lopen.
soms neem ik hem in bed en de laatste keer had, en mijn oma was daarbij, en de laatste keer als ik hem genomen had, dan had ik hem buiten laten. Morgens en ik had een, eerst een vol en buiten gezien, een kleine die een beetje pijn had. En dan... Wie heeft allemaal een autolezer roodborstje gezien? Ik heb in het huis. Koontjes, poesjes en uilen. Zijn er 5 of 7 per keer. Ze broeden 2 weken erop en binnen april en tussen april en juli worden de eitjes. Als ze 2 weken oud zijn, dan vliegen ze uit. Dan mogen ze nog 1 week terug voor verzorging en dan moeten ze alleen gaan wonen. Maar ik kan nog een noten lezen en ik heb ook nog voor heel de klas iets. Als je maar 10 het wilt, dan krijgt ze ook eentje. Ja hoor. Er staan er meer dan 250 roofdieren. En er bestaan er in de oceaan en op de grond en in de lucht. In de lucht is er een havik en een arend. En in de oceaan een haai, een witje. En op de grond een beer of een jagger of een slang. En een tijger eet alleen vlees. En een slang, hij geeft gif. Ik heb zaagtanden uit en deze is groot en deze is een klein beetje klein en deze ook. En hier is een kleine tanden en deze ook. En deze eentje is de... Deze is grote. Hier liggen mijn bruggen en hier ligt dan dus mijn vakantiehuisje in de Indische Oceaan. Hier. En hier zijn en hier nog huisjes op het water. Hier reizen daarmee van het watervliegtuig. Hier zie je het eiland. En dat is het eiland van boven. En wij varen daar ook naar met een speedboot. En dit is het restaurant waar we eten. Het zijn de palmbomen. En de mensen klimmen daarop voor de kokosnoten te pakken. Een haai? Ja, ik vind niet een haai. En het zijn daar ook konijnen. En die lopen vrij. Een van de hoogste bergen van heel de wereld. En dat ligt in Nepal. En die berg genoemd Mount Everest. Nepal ligt tussen India en China. Nepal doet China na met eten en drinken. Nu het eten. We hebben rijst, curry is zo vlees, momo dat is dat, en theenoedels. Toppie. En de toppie is dat. En
vraag me af, wie kent deze meneer? Deze meneer is een voetballerkampioen. In Nepal zijn er geen kerken, maar tempels. En tempels zijn anders. Deze heb ik gekregen van mijn familie. Wanneer ik nog maar 1 jaar was, of nul. Nee, nul. Naar 1. Vossen zijn dieren die vis eten. Dieren met veel vacht. Slangen bijten in de benen. Vogeltjes fluiten. Heel goed muziek en ze vliegen in de lucht. En nu tekening tonen. Ik zie het niet. Maar dat heb ik echt niet gedaan hoor. Vlinders vliegen en wormen. En wormen zijn klein. Klein diertjes die kruipen in de gras en ook in de mos. Jacke zit op de zetel buiten. Ze is een meisje. Ze is heel strepig en ze heeft hele ogen. En ze eet graag brokken en ze eet ook muizen. Ze heeft al een keer een vogel opgegeten. Ze krijgt altijd stickers van de dierenarts. Want het doet haar maar dan. Ja. Kan, want ze heeft superveel haar en ze heeft ook nog een vetlaag daarop. Kattenbak. Ben je het aan het poetsen? Nee, maar als ze het plast is, zijn er donkere brokken. En als het kakken is, dan is het opgedroogd. Maar ik doe alsof dat ik dat doe. Hè? Elias? Orka's zijn 9 meter lang. Een vent is 2 meter hoog. Dat is zo groot als een grote mens. Ze hebben zwarte en witte kleuren. Ze zijn allemaal een beetje anders. Zo ziet hij er van mij uit. Ze maken hoge fluitgeluiden. Orka's leven in koud water. Het dichtst bij ons is in Noorwegen en IJsland. Orka's. En dit zijn nog orka's. Een dinosaurus is eigenlijk het woord voor verschrikkelijke reptiel. Nu ga ik iemand kiezen die deze tijdlijn mag uittrekken. Dus, zo lang leefden de dino's en hier zijn ze gestopt. Zo lang leefden wij nog maar. 1 miljoentje. Dus 65 miljoen jaar geleden zijn ze dus allemaal uitgestorven. Van een meteoriet. Dat is een grote steen met vuur achter, omdat hij zo snel gaat. En dat is gevallen op de aarde. Dus, en dan eerst. Er was dan helemaal rook in de lucht. Dus de zon was weg. En zonder zon waren er geen planten.
vonden planten geen herbivoren, planteneters niet meer. En dan hadden natuurlijk de vleeseters geen prooien meer, dus dan sterfde iedereen. En zo zijn al de dino's uitgestorven. Hoe weten we dat dino's nog hebben bestaan? Als het nog zo lang tussen zat, tussen ons en de dino's. Er zat nog zo lange tijd tussen. Hoe weten we dan dat ze geleefd hebben? Versteende botten eigenlijk. Dat noemt fossielen. Ja. En weet er iemand hoe de naam is van sommige mensen die dat onderzoeken? Ik weet wel wat de botten skeletten doen. Aventuriers? Nee. Paleontoloog. Een jaguar kan heel goed zwemmen en klimmen. Sommige jaguars zijn helemaal zwart. Ze zijn heel zeldzaam. De jaguar is de grootste en sterkste kat van Amerika. Hij is een jaguar. De jaguar krijgt 1 tot 4 welpen. Ze zijn schattig en klein. Ze wegen net geen kilogram en zijn helemaal blind. Pas na 2 weken gaan hun oogjes open. Een jaguar is een roofdier. Hij kan goed zien in 1 sprong dood. Hoe stoer is dat? De grootste vijand van de jaguar is de mens, omdat de mens het regenwoud kapt waar hij wil. Ja, precies, een kat. Dat is ook niet van een jaguar. Ja, ik heb dat gehaald. Een luipaard of een jaguar? Een luipaard.